Timo Kouwenberg, proficiat, 2 doelpunten. Dat gebeurt jou niet zo vaak, hè? Nee, dat is waar. Ik ben meer de speler die het moet hebben van het werken en de inzet voor de ploeg. Maar vandaag kreeg ik de kans om 2 keer te scoren en ik doe het ook. Natuurlijk ja, ben ik er tevreden mee, maar ook weer niet, want we hadden eigenlijk het in handen en we hebben het nog weggegeven. Ik was veel gelukkiger geweest met een overwinning dan met mijn 2 doelpunten. Inderdaad, en dan komt er die strafschop en jij gaat resoluut naar die bal. Was dat vooraf afgesproken dat jij de strafschoppen zou nemen? Nee, normaal pakt Ken Spiessen, omdat Ken heeft een redelijk harde trap en hij kan zo goed plaatsen. Maar ik zat goed in de match, ik had al gescoord en ik dacht van, ik eis hem gewoon op, ik zat vol vertrouwen. De spelers zagen dat ook, want ze hebben direct tegen mij gezegd, oké, jij trapt hem voor ons binnen en klaar. En ik heb de bal gelegd en ik heb hem binnengetrapt. Mijn verantwoordelijkheid. Ja. Heb je super gedaan. Het spel is wel heel erg veranderd sinds Vin Zeuveraar trainer is. Hè? Wat is er precies op training dan veranderd? Op training, ja, iedereen werkt keihard, altijd. Ongeacht omstandigheden, nu ook. We hebben van de 4 trainingsdagen hebben we eigenlijk er maar 1 en eigenlijk fatsoenlijk kunnen trainen. De andere 3 was omdat het veel te hard was, het was bevroren en zo. Maar die omstandigheden, ja, daar kijken we niet zo echt naar. We proberen ons altijd te focussen. En de spelers krijgen heel duidelijke richtlijnen mee. Wie wat moet doen in balbezit en balverlies. En ik denk dat je dat ook ziet bij ons op het veld, dat er terug een structuur is. Er is aanvallende impulsen, verdedigend staan wij. Oké, we slikken 3 doelpunten. Dat is jammer voor ons. Maar wij blijven werken en daar zal zeker beterschap in komen. Dat is inderdaad nog een werkpunt, hè? Want 3 doelpunten, ook tegen Roeselare, 3 doelpunten, dat is eigenlijk te veel op eigen veld. Hè? Ja, dat is waar. En wij slikken veel te veel doelpunten, dat weten wij. En dat is een proces en daar moeten wij aan werken, zo snel mogelijk. Want als je dan ziet dat we ook redelijk wat kunnen scoren hier tegen Roeselare dan, vandaag opnieuw. Maar ja, dat is blijven werken en dat zal er wel uitgaan. Ja. Oké, bedankt Timo Kouwenberg. Dank u wel.